Goedenavond, beste luisteraars of beste kijkers. Welkom bij ons stream. Fijn dat u weer bent afgestemd op ons YouTube-kanaal. Vandaag hebben wij Bart Kruithof te gast. Bart, welkom. Dankjewel. Een tijdje terug dat we elkaar gezien hebben. Toen op Urk, nu in Zaltbommel. Yes. Dus andere plek, ander orgel. Zeker, zeker. Beetje zin in? Zeker weten. Het is, het is echt een machtig instrument. En als je erop speelt, ja, dat wil wel. Nou, dat belooft in ieder geval wat. Wat heb je vanavond in petto? Ik zal gaan spelen psalmen en gezangen. En dat zullen deels improvisaties zijn. En er zullen ook stukjes van andere componisten bij zitten. Nou, dat belooft in ieder geval heel veel goed. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Heel veel speelplezier. En wij gaan genieten. En ik hoop u als kijker ook.
Zo Bart, het zit er weer bijna op. Dat was het. Ja, hoe vond je het? Het was echt heel plezierig, het ging super. Ook met Adriaan, mijn registrant. En het was geweldig. En ik wil u hiervoor bedanken dat ik dit mag doen. Nou, wij als organisatie hebben in ieder geval gigantisch genoten. Het was weer een genot om je te horen spelen. Mooi. Dus dat beloof je wat voor de toekomst. Nu stuurde je een programma door en bij nummertje 11 staat eventuele verzoeknummers. We hebben een aantal nummers aan je doorgegeven, een aantal psalmen. Wat gaat het worden? Dat werd psalm 68 en 108 en dat wou ik door elkaar verweven. En dat is een beetje als een verrassingsslot geworden. En niemand wist natuurlijk wat eruit zou komen. Ik zelf ook niet, ik had wel wat in gedachten. Maar er is wat uitgekomen wat ik eigenlijk totaal niet zelf had verwacht. Oké. Nou, de mensen thuis die gaan het in ieder geval horen. Voor uw informatie, we nemen dit sluitingswoord op na het orgelspel. Dus de toegift hebben we al opgenomen. Maar u gaat hem nu beluisteren. En mocht u na de toegift nog meer van Bart's orgelspel willen genieten, dan zijn deze cd's zijn te kopen op zijn webpagina. Yes. En die is? Te vinden op Instagram, op Facebook. En daarop kan u rondzoeken wat u graag wilt. Oké, nou, ik wens je nog heel veel plezier en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.